Welkom weer bij NL Series. Dit keer weer over Game of Thrones. Ditmaal de 6e aflevering. En heren, vind je het? Vond je het? Dat was wel een goede aflevering. Ja, absoluut. Ja. Dat is wel een goed makertje. Ja, hè? Ze hebben het een beetje gevolgd met zeg maar dat rond 6 op tijd de grote gevechten komen. Ja. Ondanks dat er maar 7 zijn nu, hebben ze toch wel een beetje volgehouden. Ja, ja. In de laatste aflevering is vaak de grootste battle. Ik vond het wel een beetje spijtig van Jon Snow. Nou ja, toch gaat het helemaal. Zo zie je maar, hij is perfect. Indirect een draak om zeep heeft geholpen. Ja, hebben ze een extra schuldcomplex. Ja. Is toch het befaamde iets wat grote helden altijd hebben, dat ze iets te lang blijven hangen bij iets. John, kom op de draak. Oké. Hoppa. Wachten we 5 minuten. Ja, ik ga nog even blokken, John. Wat ik zei vorig, is toch een soort Vietnam-actie geweest. Met die choppers dan in dit geval draken komen opdagen, oppikken. Dat is wel een mooie scène. Alle Vietnamese kijkers haken nu af. Weet ik. En daarnaast nog ook een goede Sam-raket door die Night King. Dus het klopt helemaal. Dat was een mooi gegooid speertje. Ja, helemaal top. Weet je goed. Ik vond de andere verhaallijn met Sansa ook een beetje te mooi traag. Ik vond het mooi zo. Ja, en dat haalde wel weer een beetje het effect af. Ik was helemaal bezig met die draken en met die Wildhackers. Ja. Dat vond ik wel topper. Het was wel nodig, denk ik, dat van Sansa om een beetje. Ja. Maar ik vind nou toch dat er wel even een conclusie moet komen van... Ja, ik snap niet waarom ze dat nu hebben gedaan, maar omdat ze minder afleveringen in het seizoen willen, dat ze het wel moeten doen. Als ze alsnog 8, 9 of 10 afleveringen hadden ze deze aflevering puur alleen maar Beyond the Wall gedaan. Ja, want ik denk zelfs, als je het gewoon het verhaal van Sansa en dinges Arya een hele aflevering maakt, kan het heel spannend worden, dan kan je echt meer dynamiek in doen. Maar nu was het even ertussen geschoven. Ja, dat zijn losse flodders. Ja. Je ziet steeds van die kleine stukjes en dan denk je, oh, nu gaat dat gebeuren en dan dat loopt ze. En ik vond natuurlijk die andere gasten, het hadden allemaal chemie, hè. Al die gasten, allemaal hadden ze wel wat. Dus, allemaal ze elkaar zaten. Het wordt wel een beetje een groepje, dat is het leuke. Als ja, het was een bij elkaar geraapt zootje, maar toch zie je dat ze wat voor elkaar over hebben. Ja, en uiteindelijk niet zoveel dood. Ik had eigenlijk wel verwacht dat de helft dood zou gaan. Van die ik had niet verwacht dat... Het is wel bijna de helft dood. Ja, maar allemaal van die, waarom die gasten die geen bijrolspelertjes? Ja. Nameless actor 1 tot en met 6 zijn allemaal vrij snel gesneuveld. Maar... En ook heel triest, op de domste manier. Ja. Dat gaat kom, ik loop 3 kilometer voor jullie om te kijken in de sneeuwstorm wat er aan de... Oh, een beer! Oeps! Er staat zo'n grote beer. Dat was een vrij groot beertje. Ja. Ja, en een paar bier. Met wel blauwe ogen. Ja, heel zei je nog, heeft blauwe ogen. Was het een White Walker beer? Ja, dat moet dan ook zo zijn. Ja, ja, maar hij was al aangetast. Dat verklaart waarom je tegen vuur komt. Ja, want het verschil is, om een White Walker te worden, moet je daadwerkelijk aangeraakt worden door de king. Ja. Of dat zie je aan die baby. Of door die White Walkers, die doen het ook. Ja, de White Walkers doen het ook inderdaad. En een white word je gewoon als je gewoon vanuit de doos wordt gerezen. Dat verklaart ook waarom je tegen het vuur komt, trouwens. Ja, uiteindelijk werd hij met die klopt. Bier, ja. Klopt, hij werd gedood met die dekker van de verlierende... Kleine klotendommetje inderdaad. Ja, die maakt hem af. Oké, dat is goed. Ja. Nou, hij ging niet pats aan elkaar. Wat die king met die bier wilde, weet niemand, want hij liep in wilde rond. Hij tikt gewoon willekeurige beestjes aan en dan denkt hij, nou, ga maar lopen. Ga maar doen. Ik ben een beestje. Hij denkt, ik heb alle mensen vermoord daar, ik ga nu gewoon dieren ga ik veranderen. Oh, een eekhoornetje. Bam. Hij vond Tony stoer genoeg. Hij had die beer gedaan. Toen dacht hij, zoek even iets groters. Maar als je 10 van die beren hebt, die rammen volgens mij veel meer mensen dood dan al die zombies. Ja. Ja. Kunnen ook zwemmen als ze ermee zijn. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik beer niet. Kan zwemmen. Ja, maar dat wordt wel lastig. Op een gegeven moment een haai veranderen. Wordt het, White Walker haai. Tegen Euro? Ik heb van ons. Je weet maar nooit, Maurice. Ja. Nee, maar ik vond het van Sansa wel... Het is nodig. Ik begrijp... Ik zie het feit dat ze Brienne wegstuurt. Ik snap jouw kant ervan. Moet je even uitleggen dan? Want ik zeg van, zij ziet Brienne als een gevaar. Dus omdat Brienne dus wel beide zussen moet beschermen. Als je die dan kan weghalen, dan heeft ze vrij hand om even zo de jongste zus aan te pakken. Omdat ze zich nou bedreigd voelt. Ja. Dat is nu wat ik denk dat u... Maar ik denk het omgekeerde, want ik vind Arya meer de aanvaller in dit gebied. En dan zou je meer denken, dan heb je Brienne bij je als verdediging. Ja. Want Sansa, die wil denk ik niet haar dood hebben. Ja, nu begint ze een beetje van, je bent een beetje eng aan het doen. Ja. En ik weet niet wat je aan het doen bent met het dolkje, maar toen ze die dolk gaf, toen dacht ze toch van, oh, ze wil hem dus niet dood hebben. Dus ik dacht van, ik ben net... Maar toen liepen wij ook allemaal of van... Of moet je het wel opvatten als een dreigement? Dit is het wapen waar ik jouw gezicht mee afgehaald. Ja, dat zo kan je het ook maar alsnog zou ik Brienne dan niet
wegsturen. Ik heb het idee dat het juist volgens het plan is van Littlefinger, die dus die is opinie weer terugkomt qua sterkte. Hij speelt ook weer heel vies van, ben je bedreigd door je zusje? Was hij bezig. Ja. Mij noemde ook Brienne als oplossing van, zie je, kun je die niet gebruiken als mediator, want die moet je allebei beschermen. En dan stuurt ze hem weg. Ja, nee, dat natuurlijk. Dat was weet ik, maar ik vind het zo dom dat ze zo naïef is. Ze doet zo slim. En toch zie je er steeds vaker domme beslissingen maken. Maar ja, dat is de karakter. Maar de volgende aflevering is wel zo, ik denk dat verhaal wel afloopt. Dat, ik denk, dan gaat er iets aan de hand. Ja, dat je wat meer rust komt in de film. Ja, want ik denk dat het... Het wordt ook een lange aflevering, hè. Dus het is al heel... Nog langer dan deze is al... Ze zeiden dat het anderhalf uur, ongeveer de lengte van een korte speelfilm heb ik langs horen komen. Dat is wel heel lang. Ja. Nee, maar dat is ook duidelijk. Want de volgende seizoen moet gewoon eigenlijk... ik ga er niet helemaal op in, maar je merkt gewoon... Het gevecht met de Night King wordt volgende seizoen wordt gewoon de main event. Dat wordt het gevecht, ja. En dan kunnen ze niet meer zitten steggelen over nog steeds over King's Landing. Ja, ik geloof niet dat deze lijn nu in één aflevering ophoudt, hoor. Dus ik denk wel dat het er door blijft. Het begin van seizoen 8 zal nog een beetje nabikkeren zijn. Maar hebben jullie een voorstukje gezien van de volgende aflevering? Nee, die heb ik niet gezien. Maar dat is mijn keuze. Dus als je, dan komt de meeting, dan wordt dan laten zien. Dus dat is gewoon de grote meeting, dat wordt het. Dat ik vroeg me een beetje af, hoe zit het met Dorn? Dat zei ik ook al tegen Sun. Misschien dat ze de vrijlating van naam compleet kwijt, Trut uit Dorne. Ja. Dat ze die gebruiken omdat ze ook de troepen van Dorne nodig hebben. Ze willen alle troepen naar het noorden sturen. Oké, maar die jongens hebben het koud, die kunnen niet tegen de kou maken. Die kunnen niet tegen die kou, dat is een ding wat zeker is. Hoe krom zou het zijn van oké, we gaan allemaal naar het noorden. Dorne, blijf jij maar lekker zitten. Nee, je hebt nog een heel leger, maar dat maakt niet uit. Dat zien we volgende week. Dus ik denk misschien dat ze iets met haar... Het is duidelijk, volgende week hebben we want ze is nog niet dood. Die moeten wel terugkomen. Ze hebben in principe hebben alle zij zal wel doodgaan, dat ene meisje. Dat zal wel weer erop uitdraaien dat gebeurt. Want die is vergiftigd en dat kan maanden duren. Laria Sand. Die moeder moet misschien losgelaten worden. Omdat ze Dorne nodig hebben. Maar dat zal Cersei dan weer niet leuk vinden. Ze vinden elkaar allemaal niet leuk, dus dat maakt niet zo. En dan komt Jamie er weer tussen, die dan zegt van doe eens normaal, mens. Dat heb je al vandaag, dat is een goeie. Ja. Die zit ook daar nog steeds te rotten. Leeft wel, inderdaad. Ja. Ik heb het al afgeschreven, maar ze leeft in feite. Want dat is een te groot personage om niet, zeg maar, onscreen in ieder geval dood te laten gaan. Of de implicatie en, dat ze en dus ook dat gedeelte, die provincie, kan je niet meer een heel seizoen achterwege laten nu. Nu het een einde naam. Plus het hele leger zit er nog. Je kan niet zeggen van doe. Iedereen gaat vechten. Uiteindelijk moet iedereen tegen die gasten. Daarom denk ik ook voor misschien dat ze Hades bargaining van laat haar dan wel vechten. Maar dan even terug naar het gevecht zelf toe. Als we nu gaan kijken, de others, die hebben in feite nu een draak erbij gekregen. Ja, dat is een probleem. Dat is wel even een heel groot probleem. Dus ze kunnen nu gewoon over die wallen heen vliegen. Dus nu zijn we allemaal dan zie je dat beest wel aankomen, denk ik. Ja, hoe dan? Ja, dan zie je aankomen en denk ik, jezus. Maar dan moet je dus heel snel, of je moet zo'n scorpion, moet je vanaf King's Landing ongeveer naar de maan mikken en dan hopen dat hij het, of zo snel mogelijk al die scorpions richting... Ja, dat wordt dus. Dan Dragonglass erop pompen. Maar ik denk dat het wel een nieuwe trend is. Nee, ze komen wel binnen. Dat gaat nu wel, dat is overleven. En dan daarna krijg je zelf super die ook met die pijlen gewoon. Ze zeggen natuurlijk dat die wall niet alleen een muur is, maar dat er ook magic in zit. Waardoor ze er niet voorbij kunnen. Door Brand the Builder. Maar als die draak dan met die muur kan kapot maken. Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat. En dan heb je nog Brand. Brand zou ook nog wel een of andere... Die moet nog wel natuurlijk hebben. Die moet Deus wel Ex, Brand. Dat kan nog wel. Dat is natuurlijk een truc. Als Brand nou weer die ijsdruiken overneemt, ping, met zijn magic. Dat kan ook een stunt zijn. Plompt hem zo het water in. Ga maar zwemmen. Ja, daar zie je hebt gelijk. Brand is nog de Brand is... uit de macht die nog... Deus Ex Brand komt weer even terug. Die moet nog wat laten zien. Anders heeft het helemaal geen zin gehad. Wat hij te doen heeft. En daar is eigenlijk niks. Ze daar lopen ze. En volgens En dan moet nog steeds met John praten. Ja. Ja, maar dat is allemaal zeven. Ik moet met John praten. Of het is dus... daar kwam je eigenlijk voor. Ja. Ja, ik ben hier om met John te praten. Maar dat is John. Of helemaal aan het einde van de aflevering. Dat hebben ze toen vorig ook gedaan. Dat er weer een dikke verwijzing komt van... Hé John, pas op, er gaat een draak dood. Dus je voorbij... Oh, wacht, zo gebeurt. Ja, okay. Ik moest met je praten. Ik bedoel, het zijn heritage, dus zijn achtergrond. Dat nog goed in de dat komt geheid dan los. Want nu zijn nu ook meerdere kanten waarin het kan blijken. Je hoort ook al veel meer hints van... Ja, dit is dus heel veel hints. Ook vandaag, afgelopen nieuws gisteren. Ja, vandaag was hij uitgekomen, officieel. In Nederland. Ja. We hebben dan weer voor maandag. En
daar zag je in dat een aantal mensen zeiden, hey, je lijkt niet op je vader. Dus de verwezen naar je hebt het van je moeder. Vind ik eigenlijk wel jammer. Want, dat vind ik de meest vergezochte hint. Want in de hele verhaallijn zeggen ze juist dat Jon Snow het meest op Ned Stark leek van alle kinderen. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer dat ze nu die twist maken. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Ja, hebben ze niet over nagedacht. Nee. Of zelfs Beric weet dat het Rhaegar is. Ja, dat en dat hij Rhaegar impliceerde en dat Jon Snow toen begon over Ned en dat hij dacht, oh. Ja, ja, nee, wat dacht hij, ja. En wat ook, en dat kwam ook nog terug, dat Tyrion begon over de opvolging. Ja. Dat is ook duidelijk weer even Wel een logische vraag vanuit zijn oogpunt. Tuurlijk, maar dat geeft ook weer aan dat er zijn een aantal, je ziet dat het verhaal erg gepoest wordt. En dat is duidelijk dat Jon wordt duidelijk naar voren gehaald. Maar dan gaan we, sowieso gaan we dat niet hier weer verder over, we gaan daar een keer een aparte aflevering voor over hebben, over de theorieën en dat soort dingen. Dat doen we dan. Het zou mooi zijn na de laatste aflevering. Na de laatste aflevering, dan gaan we terug over. Dan leggen we even wat extra dingen uit. Want ik heb wel met wat mensen gesproken. En niet iedereen is een boeklezer, die kijkt alleen maar de serie. En sommige dingen die wij vertellen, weten ze niet altijd helemaal goed. Dus dan zullen we even een explainer video maken. Er zitten boeken gewoon. Ja. Nee, we zitten wel dingen vergeten. Die hebben gewoon mensen die het natuurlijk gewoon leuk vinden om te kijken. Ja, bijvoorbeeld de hele R plus L en J helemaal precies weten wat daarmee bedoeld wordt. Terwijl toch een van de kernpunten is. Rhaegar. Maar dus wel. Ja, goed. Ja, dat komt zo. Oké, even iets anders. Ik ben afgelopen weekend naar Lowlands geweest. Daar zie je hier ook een bandje. En daar was ook een Ode aan Thrones. Dat was een onderdeel binnen dat festival. En daar werd over gesproken. Maar één theorie, die wij ook over besproken, dat was van Sam. Dat Sam uiteindelijk de verhalenverteller is van het hele verhaal. Ja, want dat zeggen ze, dat je het eigenlijk al ziet vanaf aflevering 1, zou je kunnen zeggen. Nou, niet helemaal dan nog, maar... Jij bent helder zien. Het hele flitsen, het hele intro liedje. Ja? Het hele liedje, dat je de hele wereld ziet. Die wereldbol zie je hangen in Old Town. Ja. En inderdaad, dat je die flitsen die je zo ziet. Dat is dat rare brilletje wat dat ene mannetje ook heeft. Hij is de enige dus die een soort van meester zijn. Ja. Was. Die het verhaal vertelt. Kuiper. Het zou kunnen. Nee, of die een van die meesters. Nee, kan niet anders. Kuiper gaat dood. Ja. Ik hoop het. Dat zou en misschien is het wel, komt het er eigenlijk op neer dat dit maar gewoon één van de zoveel verhalen zijn in Westeros in de zoveel jaar. Dat het helemaal om. Want die meesters laten zien van wij registreren alles. Ja. We mengen ons niet. Niks is zo belangrijk in ene voor ons dat we actie moeten ondernemen. Het gaat al. Zouden ze dat honderden zeggen jaren als zo. De Night King voor hun deur stond? Ja, weet ik niet. Zouden ze dan nog steeds zo... Want dat doet die hoofdmeester. Die laat elke keer zo zien van... Ja, niks is zo belangrijk. Ja, maar toch maar zie je hem wel dat hij het belangrijk vindt. Dat hij Sam toch... Hij weet dat hij het zelf niet kan doen. Dus pusht hij hem ja. Maar dat zie je dus... Dat is dus een beetje een theorie. En dat vind ik leuk. Dat we hebben het ook over gehad. Dus die wordt door heel veel fans blijkbaar onderschreven. Dus Misschien is er dat nog uitgelegd in de serie. Maar misschien ook niet. Maar dat kunnen we ook weer even in de theorievideo een beetje wat brengen. Dat wordt dan, we kunnen het ook opsplitsen in meer. Ja, precies. Dat is heel leuk. En je hebt, wat is de verwachting voor de laatste aflevering? Ja, laatste aflevering, Het is een beetje spijtig dat we die niet gezien hebben. Maar we kunnen wel bedenken dat het de vergadering wordt. Ja. Wat natuurlijk wel altijd wel heel erg typisch Game of Thrones is, dat de laatste aflevering iets is dat je een super cliffhanger. Ja. Kan niet anders. Ja. Moet. Dus, ze zullen ons niet weer laten hangen, denk ik, met is hij dood of niet iemand? Dat zullen ze denk ik niet zo snel doen. Maar er moet wel iets laten gebeuren dat je denkt van nee, dit kan gewoon niet gebeuren. Breek de muur of niet? Ik kan geen jaar wachten tot ik dat antwoord weet. Zoiets moet er gaan gebeuren, kan niet Het zou de muur kunnen zijn, van muur valt, dat je kraak in de muur, dat je scheur in de muur zoiets. Ziet. En dan denk van, ze komen nu binnen. En dan moet je weer een jaar wachten. Ja. Dus denken, dan we kijken een beetje naar, achter hebben Patrick zit, hij is lekker aan het werken. Je had het natuurlijk over, op een simpele manier ga ik even, op net een manier zeggen dat John en Danny misschien dan onder ons hebben. Dat die aan de knallen zijn. En dat daardoor misschien dat ook een Cent is. Ik denk persoonlijk dat het een iets te mooi iets wordt. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar misschien de knal, maar dat daaruit komt. Kijk even, Pat? Denk je dat? Neuken. Ja, hij is toch leuk. Hij is er wel. Hij is er wel. Dus we denken dat die toch samen wat gaan doen. Dat is wel logisch, dat gebeurt. Maar. Dat denk ik ook, en ik heb er ook een theorie over, maar die gaan we dan in de theorie aflevering doen. Ik hoop dat de vloek... Maar wat ik denk volgende week, duidelijk... Ja, ik ben gigantisch pro-Targaryen. Dus. Ja, maar de grote meeting, waar ze al een week over hebben steeds, die komt gewoon, dat is duidelijk. En dat zie je ook in het... alleen dat zie je ook
in het voorstukje? Nee, ik denk Dorn. Ik denk dat ze, dat een van de delen is dat ze die... ik ben haar naam alweer kwijt, want ik vond haar nooit echt heel interessant. Ik ben precies inmiddels. Zij die... Ilaria Sand. Ilaria Sand. Die moet vrijkomen. Ja. En dan gaat ze Dorn weer leiden. Die heeft een pest hekel aan de Lannisters. Maar ja, oké, okay, het zal wel moeten. Ja, allemaal zijn we aan elkaar. Dat zag je maar ook. Jamie heeft zelfs een pest hekel aan zo'n Lannister. Ja. Dus daar hebben ja, maar kijk, onderling. Ja. Dus eigenlijk deze aflevering was... Het wordt een drama, ja, denk ik. Ja, dus het kan niet anders. Het moet heel hoog drama gehalte hebben, inderdaad. Het wordt een dat hele een laatste aflevering imposante van... ingang, denk ik. Want ze komen er wel heen met al hun troepen, dus het zal een hele... Denk je dat het nu zo is? Ja, dat is wel alle troepen komen bij elkaar, want niemand vertelt elkaar. Ja, maar dat ze daar wel heen gaan, bedoel ik. Ja, ze gaan erheen, want dat zei... Ook in de meeting, denk ik zelfs. Tyrion zei deze aflevering van, we gaan erheen met onze draken en onze troepen. Dus dat wordt een flink imposant... Ja, ze gaan elkaar een beetje overbluffen. Het gaat gigantisch botsen dan natuurlijk. Ja, dat is zo ruimte. Die Lannisters die scheiden in hun broek als ze die draken zien. Precies. Maar ja, dat doen ze sowieso al. Dus dat maakt niet uit. Ja, een deel heeft ze al gezien, dus dat is niet meer zo. Ja, een deel is ook dat dood. Ja, een beetje jammer voor diegene. Hey, maar net... God. Hey, weer een great house weer. We gaan, afronden. Ja, dat is de Tarlys nog even. Nou, eventjes een klein weekje wachten. Ja. Misschien dat ze hem weer leaken en dan kun je hem weer maandag zien. Ja, maar dat niet voor niets. Hey, bedankt weer voor het kijken. Even weer, als je toch wat te melden hebt, zet het gewoon even in die reacties onder. Vinden we leuk, want dan kunnen we de discussie ook online doorgaan. En misschien zit er wel een vraag bij die we eventueel ook in de theorie's kunnen meenemen. Ja. De theorievideo. Mag ik weer bedankt voor het kijken. Jullie hier ook weer. Patrick, achterin, ook weer bedankt voor de korte bijdrage die duidelijk was. Jesse, bedankt voor het kijken. Tot ziens.